sharp for me to see. Too hard to touch and too far to reach. From the sun back to the moon, I'm a shiny red balloon. I long for fickle air to dance and sway my way back to earth, earth again, again, again. Als wij meer van je willen weten, waar moeten we gaan kijken? Waar moeten we zoeken? Nou, ik ben onderdeel daarvan. Van een duo. Maar mijn wederhelft is er niet. Daarom ben ik ook een beetje eenzaam vandaag. Maar ik doe ook heel veel dingen alleen. En dat is allemaal te vinden op www.soundcloud.com/mijn voornaam. Oké. Okay. Maar dat is heel lang. Misschien Lennon, kan je dat even tikken en dan... Oh, dat kan niet. Nou, doen we dat later. Super. Iedereen kan het zo vragen. Je blijft nog even, toch? Ja, leuk. Rufaida. Prachtig. Ja, de volgende auteur nam mij in met zijn poëzie dichtbundel van de Vierkante Man. Binnen 10 jaar geleden uitgegeven bij de Arbeiderspers, een gezamenlijke uitgeverij. Ja, die heb ik niet meer nodig. En... toen kwam hij met zijn romandebuut. Was het Rupert, Ilja? Ja, dat was zo'n vies boekje, maar zo goed opgeschreven allemaal. Dat heb ik toen op een hotelkamer in Amman gelezen in 2004. Ik zal het nooit meer vergeten. En nou, ook fantastisch. Daarna heel veel geschreven, ook over de klassieke oudheid. Hij is vertrokken uit Nederland. Dat heeft het gemiddelde niveau van de literatuur hier naar beneden gehaald. Maar het niveau daar naar boven. Want hij schrijft er prachtig over in zijn laatste roman. Een ode aan de stad. Een ode aan dat vieze, vuile, rare, rattige, grote, uiteinde Genua. La Superba. Ilja Leonard Vijver. Ja, dag Ilja, hallo. Hoe gaat het met je? Oh, uitstekend. Ja? Steeds beter eigenlijk, sinds ik hier mag aanschuiven. Ja. Wist je dat de mensen van de bibliotheek nog nooit zo gestrest zijn geraakt door een auteur als door jou? Oh, maar ik ben vereerd. Maar you ain't seen nothing yet. Maar wat had ik fout gedaan? Nou ja, er werden e-mails verstuurd en telefoontjes gepleegd naar allerlei lokale en internationale lijnen. Er nam niemand op. Ja, maar ik ben er toch. Ik was precies op tijd, ja. Nee, maar ik was de afgelopen dagen was ik inderdaad een beetje slecht bereikbaar. Mijn excuses daarvoor. Nee, ik was een beetje... dat krijg je dan, hè, als je in het buitenland woont en je komt even een tijdje terug naar Nederland voor een nieuw boek. Dan zit je met een
Nou, ik had aan de arbeiderspers gevraagd om mijn agenda zo vol mogelijk te maken. En dat hebben ze zich geen twee keer laten zeggen. Dus ik was niet erg in de buurt van mijn e-mail. En mijn telefoon stond ook vaak uit, omdat ik dan weer... zoals die nu op dit moment ook weer uitstaat. En zoals ik nu stress verzorg voor de openbare bibliotheek van morgen. Ja. Is het leven hier heel anders dan in Genua? Ja, dat is het volslagen anders, ja. En dat contrast wordt alleen maar groter, omdat ik nu... tegenwoordig werk ik eigenlijk alleen nog maar in Nederland. En dat is dus... Dat was eerst omgekeerd. Ja, maar dat heb ik nu beter aangepakt. Want ik werk nu deze twee weken. En dan ga ik weer de rest van het jaar uitrusten. Want werk is voor de domme. Nee, dan, maar dat dan moet je een beetje geconcentreerd houden. Je, vooral niet overdrijven. Je doet het ontzettend romantisch en een beetje decadent over. Maar eigenlijk ben je een hele hardwerkende man. Wat nooit ergens staat, is dat jij een soort van standaardwerk hebt geschreven over een oud-Griekse dichter, Pindaros. Daar hebben we een plaatje van, hè? Heb je een plaatje van Pindaros? Heb ik ja, ook nou ja, ook natuurlijk. Je moet eerst even uitleggen, wie was Pindaros? Nee, ik heb een vorig leven gehad als dat is klassicus. Oh, wauw. Ja. Waarom die knoop in de baard? Zodat de Taliban achter, ja, dat terroriseert makkelijker of zo. Als je er een baard in legt. Maar dit is laat Hellenistisch, vroeg Romeins. Dit heeft niks met Pindaros te maken. Maar oké, okay, maar dus... Maar we hebben wel het omslag van het boek. Maar... Nee, ik heb in een vorig leven ben ik klassicus geweest, klassieke talen gestudeerd. Ik ben gepromoveerd op Pindaros, inderdaad. Waarom Pindaros? Pindaros is een heel interessant dichter. Het is een zogenaamd archaïs Grieks dichter. Archaïs betekent dat hij voor de bloeitijd zit. En de bloeitijd, dat is allemaal relatief. De bloeitijd in de literatuurgeschiedenis is de klassiek Atheense periode. Pindaros zit daar vlak voor. Is ook niet Atheens, maar komt uit Thebe. Schrijft ook in een ander dialect en in een heel andere wereld. En het is een buitengewoon interessant dichter, omdat hij... het is interessant qua genre. Wat we over hebben van hem zijn eigenlijk vooral overwinningsoden. Ja, want hij was de... Nee, laat me nou even uitleggen. Goed zo. Ja, doe maar. Kijk, ja, dat zijn overwinningsoden. Dat zijn dus zeg maar gedichten die geschreven zijn voor overwinnaars van de Olympische Spelen. Dus zeg maar, hij is een topdichter, weet je wel. Internationale megaklasse. En ja, die wordt dus ingehuurd door iemand als Sven Kramer of zo. Of weet ik veel. Ja, en om hem... te verheerlijken, te vereeuwigen. En verdomd, het is nog gelukt ook, want we lezen het nog steeds. We lezen nog steeds over Aristocleides van Aegina, die in het jaar 495 voor Christus het kickboksen heeft gewonnen. Daar heb ik zo meteen nog een vraag over dat kickboksen. Maar, ja, nee, maar belangrijker nog is dat Pindaros is een buitengewoon experimenteel dichter. Het is een soort van... Kijk, als je geen oud-Grieks kent, is het natuurlijk al gauw experimenteel. Maar als je het wel kent en het is nog steeds experimenteel, dan wordt het interessant. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Is hij inspirator? Is het een voorbeeld? Ja, wel, ja. Ja, ja. Ja. Heb je ook door hem geleerd om de vrijheid te nemen met de taal? Ja, zeker, ja. En er loopt er een soort van lijntje van door de literatuurgeschiedenis... Dus zo'n lijntje van Pindaros, dat loopt via Hölderlin, zo'n dichter die gek is geworden, naar Lucebert. Dat zijn allemaal helden van mij. En we komen uiteindelijk uit bij jou. Ik zou me bijna schamen om mezelf in die traditie te scharen, maar het is een traditie die mij erg veel heeft geïnspireerd. Ja. En ja, de vrij, om de taal zelf niet als een gegeven te beschouwen, maar om de taal zelf ook... te kunnen boetseren als klei, om dat als een materiaal te beschouwen. Dat hebben al die dichters mij wel geleerd. Ja. Moest jij naar een stad als Genua om over Genua te kunnen schrijven? Op de manier waarop ik over Genua schrijf. Ik kan heel goed schrijven over Tomolsk. Tomolsk is een miljoenenstad in Siberië, gesticht door Stalin. Daar wonen nog steeds miljoenen
importrussen die daar in de mijnen hebben gewerkt. En die mijnen zijn nu gesloten. Ik kan er vooral zo goed over schrijven omdat Tomolsk niet bestaat. Dat heb ik nu zojuist verzonnen. Om te schrijven over een stad als Genua die daadwerkelijk bestaat en om daarover te schrijven op een manier die recht doet aan de ervaringen die je hebt als je daar bent, hoe subjectief die ervaringen misschien ook zijn. Natuurlijk moet ik daar zijn, natuurlijk. En ik ben nog steeds niet klaar met Genua. Het is een stad die een wereld voor mij is geworden waar heel veel over te vertellen valt. En het is eigenlijk andersom. Ik ga niet naar Genua om daarover te schrijven. Ik ga naar Genua en ik vind mijzelf ik bevind mezelf op een plek die me heel erg fascineert, die me heel erg inspireert, die me nieuwsgierig maakt, waar ik meer van wil weten. En dan ga ik er automatisch ook over schrijven. Maar je moet ook op die stad verliefd worden. Dat is ook gebeurd, ja. Ik ben verliefd geworden op die stad. En verliefd is inderdaad, ook al is dat een beetje een meisjeswoordje, hè, verliefd. Maar is het toch eigenlijk het enige woord dat daar recht aan doet. Wat is het jongenswoord ervoor? Stomme vraag, een van de vele. Van ja, ik had er gewoon ook gewoon keiharder van, weet je wel. Er zit een scène in een pornobioscoop, in de Genuaanse pornobioscoop uit de jaren 70. En daar ga je naartoe en dan... Ja, maar je moet niet de verkeerde verwachtingen wekken, Abdel. Het staat erin, hoor. Ja, maar anders wordt het gelijk een bestseller als iedereen denkt dat het... Het leuke is, van die ik heb een tijdje in Italië mogen bivakeren zijn... En, ja, je was in Rome. In Rome. Ja. Maar ik heb zo'n pornobioscoop gezien in Messina. Op Sicilië. En we kijken nu aan. Ja, nee, ik ben benieuwd. Ga verder. Ja, die pornobioscoop die was in een doodlopende straat. En zoals pornobioscopen moeten zijn. Alles loopt dood. En, maar is seks voor jou ook een soort van doodlopende emotie? Seks is uiteindelijk volgens mij wel een van de emoties waar alles op een prettige manier eindigt. Ja. Maar goed, in ieder geval. Ik was in die straat. Maar wat ik zo mooi vond, is dat ik heb bij die pornobioscoop, hingen dan van in de etalage, hè, van zo'n pornobioscoop. Je noemt dan Rex, hier in Nederland. Maar van die foto's, een beetje gekuisde vorm van wat je binnen gaat zien. En ik las jouw passage en ik werd meteen teruggebracht naar die zomermiddag. Voor die pornobioscoop. Ik ben hier binnen geweest, wat dan ook. Maar het sfeertje wat ik erbij had... Maar toen kreeg je dus spijt van toen je dat hoofdstuk las. Dat ik niet naar binnen ben gegaan. Dat is een andere keer. Gaan we daarover verder praten. Zonder jullie erbij. Maar wat ik wil zeggen is... Hoe stad krijg je een harde van. Die stad doet iets met je, maar dan is het nog de taak of de uitdaging om dat... Om daar taal van te maken, om die broeierigheid, die vuiligheid en om die in taal om te zetten. Ja, maar dat komt goed uit, want dat is toevallig mijn beroep. Nee, natuurlijk, dat is de uitdaging om dat woord maar te gebruiken. Het is natuurlijk... Zou je een ander woord gebruiken? Misschien zou ik het, als ik het anders zou willen formuleren, zou ik het meer trekken in de sfeer van ambachtelijkheid. Het is een werk waar je, nou ja, het is niet mijn eerste boek. Ik ben eigenlijk mijn leven lang al bezig om langzamerhand te leren. Ik ben er nog lang niet, hoor, maar om langzamerhand te leren om twee goede zinnen achter elkaar te schrijven. Ik heb mijn moeder, mijn ex en mijn geld eraan opgeofferd aan deze missie. En om een ervaring die zoveel aan mij persoonlijk doet, ervaring van een nieuw leven in een andere stad, om dat vorm te geven, maar ook om vorm te geven als een kunstwerk, niet als een reisgids of een autobiografisch verslag of als een reisboek, maar om daar daadwerkelijk de veelzijdigheid van die ervaring voelbaar te maken voor mensen, daar moet ik al mijn ambachtelijkheid, al mijn ervaring aanspreken. En het heeft ook wel een tijdje geduurd, hoor. Ik heb lang aan deze roman gewerkt. Ik ben eigenlijk vrij snel nadat ik besloten had om dan maar een tijdje in Genua te blijven. Dat was in de zomer van 2008.
ben ik begonnen met het maken van aantekeningen. En de eerste scènes en dingen die ik heb meegemaakt, heb ik genoteerd. In de wetenschap dat ik daar ooit een keer een boek van zou willen maken. Maar ik wist nog niet precies wat voor soort boek. En ik was al vrij snel begonnen met ruw materiaal maken. En dat is bijna 5 jaar geleden. Dus je zou kunnen zeggen dat ik 5 jaar aan dit boek heb gewerkt. Dat was niet fulltime. Ik heb intussen ook nog allerlei andere dingen gedaan. Maar het boek had een lange incubatieperiode. Het duurde lang voordat ik doorhad wat voor soort boek Genua van mij wilde. Wat het boek van mij wilde. En je knikt nu wel, maar dit was het einde van het antwoord. Dit was een antwoord op jouw vraag. Ja. Ik begin nu heel erg aan jou gewend te raken, aan jouw betoogtrant. En ik weet dat er bij jou nooit absolute stilte zullen vallen. Nee, maar ik kan het doorvertellen, dat klopt ook. Nee, want wat ik op een gegeven moment begon te beseffen, maar dat kwam pas geleidelijk, is dat een van de grote thema's van het boek. Het begon er al mee dat ik als Nederlander mij vestig in een nieuwe wereld. In een havenstad. In een nieuwe stad. Waar heel veel mensen doorheen zijn gegaan. Ja, en heel veel mensen aankomen. En het is een stad met een buitengewoon rijke historie. Ja. Een historie die ook vanwege de historische ligging van Genua. Voor de mensen die Italië niet kennen, als ik Italië ben, dan is Venetië hier en Genua hier. en de pest kwam via deze oksel naar Italië. Ja, nee, maar het is een havenstad en een sterker nog de grootste haven van Italië die. En heeft ook in de middeleeuwen was dat een van de meest machtige stadsteden van Italië. En het is altijd vanwege de ligging ingeklemd tussen de bergen achter je en het grote verkeersplein van de Middellandse Zee voor je, is het heel erg georiënteerd geweest op Zuid-Italië en Afrika. Ja. Het Noord-Italië achter je, dat was eigenlijk minder goed begaanbaar omdat die bergen in de weg liggen. En wat dat betreft is het een stad met een rijke traditie van migratie. Het is een kruispunt van verschillende culturen vanaf de middeleeuwen tot op de dag van vandaag. En ik kreeg al vrij snel in de gaten dat ik daarover wilde schrijven. Omdat het niet alleen een actueel thema is wat op dit moment hoog op de agenda staat. Migratie. Het is een actueel thema en je zou het ook best wel een geëngageerde roman kunnen noemen. Het gaat over thema's die op dit moment heel erg actueel zijn. Maar geëngageerd niet in de zin dat het een politiek pamflet is. Niet in de zin dat ik politiek stelling neem, dat ik oplossingen bied. Ik wil heel graag in deze roman de complexiteit laten zien van migratie. De complexiteit van dat vraagstuk. Al die verschillende kanten. En dat is precies waarom ik al die verhalen. Genua is als plek een plaats waar al die verhalen naast elkaar bestaan. En zo wilde ik dat ook in mijn roman hebben, dat die verhalen naast elkaar bestaan. En de conclusie laat ik over aan de lezer. En zo staat mijn eigen luxe immigratie, mijn eigen droom van een beter leven elders. Ik ben vanuit het noorden naar het zuiden gegaan. Met een soort van droom van La Dolce Vita Italiana. Je hebt het zelf meegemaakt in Rome. Dat staat naast het lot van al die honderdduizenden Afrikanen die de omgekeerde route hebben gevolgd. Maar met een vergelijkbaar soort fantasie. Is dat misschien ook de reden waarom die Afrikanen, Marokkanen, Senegalezen jou die verhalen vertellen? Voor zover ik weet, ze klinken heel authentiek. Omdat ze die affiniteit met je voelen, dat je ook een migrant bent? Nou, dat was niet zo heel makkelijk hoor. Maar nee, die verhalen zijn authentiek. Ik heb daar heel veel research aan. Ik wil even over het verhaal van de Senegalees praten. Wat voor mij een hartverscheurend mooi verhaal is. In zijn veerkracht, de man die je beschrijft, komt 2 keer aan in Europa.
De eerste keer wordt hij op een verschrikkelijke manier teleurgesteld, teruggezet. En hij doet het nog een keer. En die man blijft optimistisch, blijft ergens in geloven, blijft geloven dat hij in Genua aankomt. En toch is het ook een heel realistische man. En die mengeling heb je wat mij betreft heel mooi beschreven. Heel ontroerend ook. Heel verrassend vond ik dat. Maar dankjewel. Dat vind ik een groot verrassend compliment. Verrassend voor jou eigenlijk, ja. voor je werk. Dat het verhaal van die man, het wordt een man die voor je zit, die zijn verhaal vertelt. Maar dat is ook wel een beetje zo. Precies in dat onderdeel van het boek, het is een deel geworden van het boek, waarin ik vertel over Jibby, over zijn onmenselijke odyssee, zijn reis van Senegal naar Europa. Daar wilde ik, dat is natuurlijk even een plek waar ik niet wilde fantaseren of zo. Hè. Daar wilde ik gewoon zo precies mogelijk zijn. Ik heb daar heel veel research in gestopt. En dat verhaal klopt gewoon. Behalve natuurlijk dat ik die naam heb veranderd. Ik bedoel, ja. Ik heb verhalen gecombineerd van verschillende personen. Uiteindelijk, het personage Jibby bestaat niet. Anders zou die, zodra de Italiaanse vertaling uitkomt, worden gearresteerd. Dat kun je ook niet maken. Nee, ze zitten gewoon... Ja? Ja. Ja, die zitten daar illegaal in de stegen. Zij verbergen zich in het labyrinth, zoals ik van het labyrinth geniet. Er is ook geen sprake van dat... als jij en ik naar Genua gaan, we doen ons voor als journalisten dat je die te spreken krijgt. Hoe bouw je dan wat voor manier bouw je dan aan de vertrouwensband? Door elke dag op die terrassen te zitten, de cafés te frequenteren? Nou, het was met die Senegalezen is het heel moeilijk, want die zijn echt illegaal. Dat lukte eigenlijk alleen maar via een goede vriendin van mij, Simona, die woont in Via di Pre. Dat is zeg maar midden in het ghetto waar die Senegalezen wonen. Zij is Italiaans, blank, weet ik wat allemaal. En haar huisbaas heeft Senegalese slaafjes die af en toe iets repareren. Als er iets met haar douche is of af en toe wordt er even iets langsgebracht en zo. En dan, ze heeft een mooi dakterras en als ze dan weer van die... Ik zal hun namen niet noemen, maar er zijn er twee die heel vaak langskomen. Dan drinken we altijd nog wel even een glaasje op haar dakterras en dan ben ik er soms bij. En zo kan ik dan uit het zicht van de straat, uit het zicht van de mede-Senegalezen, kan ik langzamerhand een kleine band opbouwen. Waarom uit het zicht van de mede-Senegalezen? Nou, of laten we zeggen uit het zicht van de politie. Ja. Uit het zicht van alles wat gevaar op kan leveren voor iemand die illegaal in een land verblijft. En zijn het dan makkelijke vertellers over iets waar ze misschien ook angst bij hebben, schaamte voor voelen? Nou, wat ik daarvan heb geleerd en wat ik ook een beetje heb geprobeerd om over te brengen in dat relaas van GB is... het is gewoon, eigenlijk is het gewoon onmenselijk. Ze hebben een reis ondergaan, die reis ondernomen, of ondergaan is misschien een beter woord, een onmenselijke odyssee waar ook jaarlijks duizenden slachtoffers vallen. Het is heel erg de vraag of je dat gaat overleven. Maar als ze dan eenmaal in Europa zijn en ze zijn beland in het sprookje... Het sprookje is, als je nou maar eenmaal in Europa binnenkomt, dan word je vanzelf rijk. Ja. En zij zijn in Europa binnen en ze zitten daar met z'n elfen op een kamer en die ze delen met ook elf ratten. Ja. En het hele sprookje is mislukt. Ja. Maar de manier waarop ze er vertellen is, dan kan je er toch maar beter een beetje over lachen. En die lichtheid, de lichtheid van de manier waarop ze vertellen over hun eigen ellende, dat heb ik geprobeerd te vangen in dat verhaal. Ja. Je hebt een hele mooie passage waarin je op een hele beeldende manier eigenlijk opsomt hoe men Europa ziet. Wat men verwacht van Europa als men er eenmaal is. En dat is natuurlijk allemaal niet waar, dus een heel scherp contrast met de werkelijkheid. Maar het beeld wat van Europa bestaat is bijna absurd. Zo'n paradijs, maar dan een heel concreet paradijs. Water uit de kraan, elke dag vlees. Er zijn wat voor Afrikanen een soort van paradijs is. Dat geldt dan vooral voor Noord-Europa. Dat eigenlijk is Italië maar een soort van tussenstation. Ze willen eigenlijk het liefst allemaal naar,
naar Duitsland of naar Nederland of naar Engeland. En dat is een soort van land waar de aarde groen is. Dat hebben ze nog nooit gezien. Gewoon waar gras is en dat komt door de regen. Waar water uit de hemel komt en dat soort dingen. Nou ja, ik bedoel... jij met je achtergrond zult het wel vaker hebben gehoord, dat soort sprookjes. Ja, mijn moeder, de eerste keer dat ze een straat zag die recht liep, niet naar boven, naar beneden ging, ja, dat was een wonder. Ja. Nou, dat soort dingen, ja. snappen de Genuanen en de Italianen algemeen de migranten die binnenkomen? Want het is zelf een land van migranten. Leonard gaat op onderzoek uit. En zegt dan, ja, op een gegeven moment in de geschiedenis van Italië was 1/3 van de bevolking het land uit. Ja, dat verhaal moet natuurlijk ook worden verteld. Dat als je het dan toch over dat thema hebt, dan moeten we het ook hebben over de massa emigratie van Italianen. Aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, al die leuke ijskommannen van New York. En die daarna gangster werden in Chicago. En, zo, ja. En in een Scorsese film terechtkwamen. Ja, die zijn nog allemaal heel beroemd geworden inderdaad. Ja. Maar hebben de Genuanen sympathie voor die migranten? Zien ze in de Afrikanen, de Noord-Afrikanen zichzelf terug? Nee. Nee, ze zien dat als een probleem. En ik weet nu al, als dit boek ooit in het Italiaans vertaald wordt, is dat precies waar ze heel veel kritiek op hebben. Oh ja? Dat ik het aandurf om hun emigratie te vergelijken met die zwarte die komen. Dat doe je heel bewust, dus. Dat doe ik heel bewust. Je wil het fikje opstoken. Nou, ik schrijf het niet in eerste instantie voor mijn Genoese stadsgenoten. Ik schrijf het in eerste instantie voor mijn Nederlandse lezers. Of het maakt ook niet uit waar ze ook zijn. Maar in Genua of in Italië in het algemeen ligt dat heel gevoelig. Ja. Ja. Waarom ligt dat zo gevoelig? Op een bepaalde manier hebben ze ook wel gelijk. Je kunt natuurlijk, historische parallellen zijn nooit één op één. En er zijn altijd wel verschillen. Wat Italianen altijd zeggen is, in Amerika werden wij uitgenodigd. En wij hebben New York opgebouwd. Ja. Steen voor steen. Die Senegalezen komen hier zonder dat wij ze hebben uitgenodigd. En ze zijn nog te lui om de drempel op te gaan naar hun deur. Ja. Maar misschien is het ook wel omdat Italianen gewoon niet kunnen geloven dat een niet-Italiaan Italiaan kan worden. Nee, maar het is gewoon... Het gaat niet over Italië, dit gaat over Europa. Het is toevallig, ik heb het gelokaliseerd in die stad. En die stad is daar heel geschikt voor, omdat het zo'n brandpunt is van migratiestromen. Maar als we het hebben over deze problematiek, had het net zo goed in Nederland kunnen spelen. Het had net zo goed in Den Haag kunnen spelen. Het is gewoon een probleem van deze tijd. En het is gewoon heel complex. Ja. En het enige wat ik wil met deze roman, en daarom heb ik er geen column van gemaakt, geen essay van gemaakt, maar daarom heb ik er een roman van gemaakt, is die veelzijdigheid van dat vraagstuk laten zien. Is er een oplossing? Die oplossing, dat als er een oplossing is, dan moet je dat niet aan mij vragen als romancier. Dan zou ik nu even een andere rol moeten aannemen. Dan kan ik politicus worden. Dan zou ik misschien een oplossing kunnen verzinnen. Maar dat zou te makkelijk zijn. Ja. Ik vind het eigenlijk veel belangrijker. Er wordt al zo zo versimpeld over dit soort vraagstukken. Laat het nou even mijn taak zijn om het nog net even iets ingewikkelder te maken. Hoeveel heb ik nog? Oh, we gaan afronden. Laatste vraag. En daarna mag jij een vraag aan mij stellen. Want die vraag had je, begreep ik. Je had een vraag mee. Maar eerst mijn vraag. Waar valt Ilja samen met Genua? Waar val jij samen met Rome? Waar val jij samen? Hoe kun je samenvallen met een stad? Oh ja. Ik val niet samen met een stad. Ik ben iemand die heel erg nieuwsgierig is. Iemand die. Ik heb ooit een keer bedacht. Ik heb vroeger heel veel gereisd. Ik was altijd heel nieuwsgierig om zoveel mogelijk plekken te zien. Maar
dat doe ik nu niet meer. En wat ik vroeger deed, was eigenlijk een soort van horizontaal toerisme. En ik ben nu veel meer geïnteresseerd in verticaal toerisme. Ik wil in één plek blijven die mij fascineert en ik wil daar steeds meer over leren. Hmm. En daar steeds dieper in doordringen. En daar ben ik nog lang niet klaar mee. Als dat een antwoord is op de vraag in hoeverre ik samenval met de plek die ik bestudeer. Daar doe ik het voor. Dankjewel. Ja. Ileon Vijvers. La Superba. Dankjewel. 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 Goed, dames en heren. We zijn aangekomen bij het hoogtepunt van de avond. De quiz. Wilt u meedoen, dan moet u gaan staan. Het is het petje op, petje af principe. Ja, wat waren de spelregels ook van dit spel? Nou, ik stel een vraag. Is het A, dan steekt u uw linkerhand op. Is het B, dan steekt u uw rechterhand op. Ik geef het juiste antwoord. Is het fout, dan ga ik ervan uit dat uw geweten u zegt, ga maar weer zitten. Je hebt geweten. Gaat u rustig staan. Dan gaan we beginnen. Muziekje erbij. Oh ja, er leest iemand mee daar. Heel goed. Wie is de winnaar van de Herman de Koninkprijs 2013? De jaarlijks Vlaamse literatuurprijs voor poëzie ter nagedachtenis van Herman de Koning. Is het linkerhand Annemarie Estor of rechterhand David Trog? Ja, het juiste antwoord is Annemarie Estor, linkerhand. Oh, zo. Fijn. De tweede vraag. Wie is de schrijver van het boek Cheerful Weather for the Wedding, waarvan de gelijknamige film momenteel in de bioscoop draait? Hier hebben we een YouTube-clipje. Is het linkerhand D.H. Lawrence of rechterhand Julia Strachey? D.H. Lawrence of Julia Strachey? Linkerhand, rechterhand. Het juiste antwoord is Julia Strachey. Oh ja? We gaan door naar de derde vraag. Welk boek is gekozen als geschenk voor de actie Nederland leest in oktober dit jaar? Is het linkerhand Erik of het kleine insectenboek of rechterhand een goed verhaal van Simon Carmichelt? Het juiste antwoord is natuurlijk Erik of het kleine insectenboek. Ja. Oh, goed. 4. Welk boek staat centraal in de actie tegen pesten in of buiten school? Is dat Dolfje Weerwolfje, rechterhand of linkerhand Judith Visser met Stuk? Het juiste antwoord is Dolfje Weerwolfje. Goed. Willen de mensen die over zijn gebleven naar voren komen? Want zijn er namelijk niet zoveel meer. Dan staat u meteen in de schijnwerpers. Ja. De zesde vraag. Het nieuwste boek van Hans Dorrestein heet Dudeljo en is een eerbetoon aan Nederlands mooiste zangvogel. Over welke vogel gaat het hier? Zullen we eens vijf doen? Wie won onlangs de BNG Literatuurprijs 2012? Is dat Joost van de Kastelen, linkerhand met Massa, of Christian Weitz, rechterhand met Euforie? Het juiste antwoord is Christian Weitz met Euforie. Wie zijn er overgebleven? Nog minder. De literaire hooligans laten ook van zich horen. Door het stadionverbod komt eraan. Het nieuwste boek van Hans Dorrestein heet Dudeljo en is een eerbetoon, zoals gezegd, aan het Nederlands mooiste zangvogel. Over welk vogeltje gaat het hier? Geluidsfragment, Leno. Is dat de nachtegaal of de wielewaal? Linkerhand nachtegaal, rechterhand wielewaal. Het juiste antwoord is wielewaal. Wie is er over gebleven? Nog twee? Ja. De laatste vraag, de shootout. Van welke schrijver is deze stem? Wie het eerste zegt, wint. Dit is het boek Lapidarium van Richard Kapuscinski. We hebben de winnaar, Tommy Wieringa. Mevrouw, komt u uw prijzen ophalen? Hallo. Hi. Hoe heet u? Tini. Tini Mulder. En heeft u ook al die boeken gelezen? Nee, ik ga ze lezen.
De boeken die werden genoemd in de quiz, heeft u die ook allemaal gelezen? Christian Wijs ben ik mee bezig. Ja. De rest heeft u gegokt? Ja. En u zit ook goed in De Vogel? Nou, dat heb ik wel gelezen inderdaad over dat boek. Oh ja, dat wist u al. Het was niet zo dat u het beestje hoorde en toen dacht, hé. Nee, ik heb de recensie gelezen, want het ging over de wielenbouw. Mag u de twee boeken overhandigen? Ja, stiekem een vraag. Welk boek gaat u nu als eerste lezen? Ilja. En waarom? Ik ben heel geïntrigeerd door het vraagstuk waar dit over gaat. U gaat een goed weekend tegemoet, alstublieft. Dank u wel. Gefeliciteerd. Ja, dames en heren, we zijn weer... het is afgelopen. Doet u mee met een drankje, blijft u napraten. We zien u op 18 maart, extra editie in de Boekenweek... met Renate Doorstaan, Doris Stijn en Christian Wijs. U kunt ons volgen op Facebook en Twitter. En neemt u alsjeblieft de volgende keer al uw vrienden en kennissen mee. Tot de volgende keer, tot ziens.